Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze christengemeente Bundemeersen. Ook namens onze predikant Bos jullie welkom. Er is vanavond bij Remco Rotem is gebedsavond. Ik ga het kleine mooie stuk lezen toen ik het vanmorgen las. Ja, dat was ook misschien voor een van jullie, hoop ik. Maar voor mij was het weer een vreugde woorden. Want de kruisdood van de Heer. Bouw een altaar voor de Heer. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Die hem verschenen was. Laten we eerst Genesis 12 eens lezen. Daar staat in dat de Heer Abraham vraagt om veel van hem dierbaar is achter zich te laten. En alleen met de belofte onbekende toekomst in te trekken. Abraham geloof God op zijn woord en gehoorzaam aan de opdracht. En zo belandt hij na verloop van tijd in een vreemd land tussen vreemde mensen. Je kunt je wel voorstellen dat Abraham en de mensen die bij hem hoorden, zich behoorlijk ontvreemd gevoeld hebben tussen al die heidense Kanaanieten. Maar dan verschijnt de Heer aan hem en herhaalt zijn belofte dat dit land in de toekomst aan zijn nageslacht zal behoren. En dat doet Abraham iets dat hij ons laat zien in welke verhouding hij met God leefde. Abraham bouwt een altaar, omdat hij zich vreemd voelt in dit land. Zoek hij er een godsdienstigheid op. Een altaar is een plaats van aanbidding, een plaats van openbare godsdienstbeoefening. Daarbij dat altaar getuigde Abraham in de vreemde van zijn verbondenheid met de levende God en diende hij de Heere. Waar staat ons altaar? Iedere plaats en elke gelegenheid dat we benutten om te getuigen van onze verhouding met God en onze openlijke dienst aan hem, is een altaar voor de Heere. Heere, wilt u me helpen om een altaarbouwer tot ere van u te zijn? Amen. Thuis in de kerk en op andere momenten waarop we de Heere openlijk dienen, zijn we bezig een altaar voor de Heere te bouwen. Ja mensen, het zijn woorden, misschien denken jullie, maar dat hoop ik niet. Ja, het zijn woorden uit het woord, het zijn zeker woorden uit het woord. We zijn allemaal bouwers. Ik althans wel, maar jullie ook. Als je in die verlosser gelooft, in die kruisdood van de verlosser, dan kun je alleen maar altaarbouwer zijn. We hebben allemaal een altaar. Als we goed nadenken, in ons hart, in ons lichaam. En daar bouw ik op. Op die kruisdood van de Heer. Dat heb ik in mijn hart genomen toen hij mij gegrepen heeft. Mensen, kan ik ieder moment in stilte, thuis, in mijn tuin of waar ik ben, waar het stil is, kan ik die rust en die vrede, die vreugde in het geloof in mijn hart voelen. Daar hoef ik niet voor dit of voor dat of voor dit. Zo kan ik niet geloven. Ik geloof alleen in die kruisdood. We waren vanmorgen met het tweeën. Daar kijken we iedere morgen naar. Is het programma van Ik mis je. En daarna komen die koren. Twee koren. En zongen ze dat lied. Op het roe uit de kruis. Of aan het roe uit de kruis. Dat zijn woorden, mensen. Ja, vroeger zongen we dat ook hier in de kerkens. Dan vroeg ja, Kees of iemand of een of andere gastpredikant, als we lieder mochten opgeven dan. Hè. Maar dat is een lied, daar zit althans het hele leven in, wat de gelovige mens nodig heeft. Wat Jezus geleden heeft voor ons. De dag af dat hij die 3 jaar moest gaan met zijn vrienden, apostelen. En zeg ik dank u even voor de aandacht. De heer Bos zal het je voorgaan in de samenkomst.
Zegen sind Sie auch. Dankjewel, Sjaak, voor je mooie woorden. Na een bewogen week voor jullie. Iedereen hartelijk welkom. Fijn dat we hier bij elkaar kunnen zijn. In het bijzonder wil ik ook alle deelnemers aan de Alpha-cursus hartelijk begroeten. We waren gisteren met zo'n 50 mensen bij elkaar. We hebben natuurlijk allereerst ook genoten van het mooie weer, maar ook van elkaar, maar ook van Gods aanwezigheid. Wat was het mooi om over allerlei onderwerpen uit de Bijbel met elkaar te kunnen praten. Daarvan ook wat te zien, maar ook samen te bidden en te zingen. We gaan het vandaag natuurlijk ook weer doen in deze dienst. Ik heb een paar korte dingen die ik wil noemen. Dat zijn allereerste verjaardagen. We willen Marlies Posthouwer van harte feliciteren. Ik weet niet zo gauw waar je zit, helemaal achterin. Ja, heb je bijna verstopt. En Omid, is die er inmiddels al? Die heb ik gisteren gezien, die was ook jarig. Nou, in ieder geval wilde jullie van harte feliciteren en ook God zegen van harte toegewenst. Dan wil ik nog even de gemeenteavond noemen. Het stond al even op het scherm. We hebben het vorige week ook al even genoemd. Dat is aanstaande woensdag. 7:45 staat hier in de koel de koffie en de thee klaar. En om 8:00 willen we beginnen. Dus ieder van harte welkom bij de gemeenteavond. En dan denk ik dat het voor nu even was. We gaan nu met elkaar een aantal liederen zingen. Ik wil ook iedereen een hele mooie en gezegende dienst wensen. We hebben allereerst een lied, dat is Psalm 42. En dat is het beeld van een hert dat in de woestijn, in de droogte, de warmte van Israël verlangt naar het water. Nou, zo kan je ziel ook verlangen naar de ontmoeting met God. En je kan in jezelf ook heel onrustig zijn met alles wat je in het leven meemaakt. En Augustinus heeft dus gezegd, mijn ziel wordt pas rustig wanneer ik rust vind bij God. Nou, daar gaat dat volgende lied over. En daarna willen we een lied in het Farsi zingen. Dat doen we meestal elke zondag. En dat is, de vertaling zal ook op het scherm staan, Sultana Galban. En ik heb ook een paar mensen gevraagd om dat mee te zingen. Dus even kijken, niemand zou het meezingen, misschien met Mortaza. En misschien dat Hamid of Elias of zijn op het ook wel even mee willen zingen. En als jullie dan even naar voren komen, kunnen we het met elkaar zingen. Mijn eerste twee Nederlandse liederen.
Even kijken, misschien even zoeken. Nee, Mats, jij wilde mee zingen? Misschien een van jullie ook? En Farshid, misschien? Wil jij mee zingen ook? Hamid? Ja? Oké. We hebben gisteren al kunnen oefenen, dus dat moet helemaal goed komen. با تو راه روم، صدایت را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. چون اراده ات را نجویم، ببخشم تا مسیحم، خواهم سویت شتابان دوم، با تو راه روم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم. Zo mogen we met elkaar Jezus, de koning van ons hart, van ons leven, loven en eren en prijzen. Wat is het mooie om dat te mogen doen. En zo mogen we ook uitzien naar de ontmoeting met hem. En ja, dat is iedere keer weer bijzonder. Dat de deuren hier openstaan, dat Gods hart openstaat voor ons. Daarom is het ook goed denken om een moment stil te worden. Misschien willen we ook heel persoonlijk wat in ons gebed aan God vragen. Nou, misschien is dit een mooi moment daarvoor. Dat we ook rust vinden bij hem, zoals we gezongen hebben. Daarna zal ik een korte belijdenis, de groet uitspreken en daarna de welkomstekst en dan gaan we ons volgende lied zingen. Ik denk dat het mooi is om te gaan staan, dan laten we ook zien dat ons hart naar God uitgaat en dat we het van hem willen verwachten. Dus zullen we even een moment stil zijn voor een persoonlijk gebed.
We zijn hier vandaag niet zomaar samen, maar we zijn samen in de machtige naam van God de Vader, die alles heeft gemaakt. En Jezus Christus, de opgestane Heer en de Heilige Geest, die ons leven ook nieuw wil maken. En daarom mogen we ook geloven dat God zelf als de levende en de heilige God in ons midden wil zijn. Hij wil ons ontmoeten. En in zijn naam mag ik u en jullie ook groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ik lees een welkomstekst over het thema van onze dienst. En we gaan er ook samen nog over nadenken. En dat gaat over wie God is. En Paulus schrijft in een van zijn brieven: als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Een hele grote bemoediging, heel bijzonder, dat die genade, die liefde van God voor ons zo sterk is. Het is denk ik ook heel mooi om daar samen van te zingen. Dan doen we met een vers uit Psalm 36. Dat zegt, uw liefde raakt het hemelblauw. Zo groot en indrukwekkend is de liefde van God. We gaan er samen van zingen. We gaan zo meteen samen een aantal mooie gedeelten uit de Bijbel lezen. Ik denk dat het goed is ook om de hulp van God te vragen, zodat we ook echt een open hart mogen hebben voor wat we in de Bijbel lezen. Zullen we met elkaar bidden? Hemelse Vader, wij willen u hartelijk danken voor uw liefde die reikt tot aan het hemelblauw. Uw trouw die eindeloos groot is. En daar verbaasen we ons vandaag ook weer over. De deuren mogen hier openstaan, we zijn welkom bij u. En soms begrijp je het gewoon niet, alle dingen die er soms in je leven spelen, die misgaan in deze wereld, maar uw liefde, uw hart gaat nog steeds naar uw schepping uit en naar ons uit. En daar dank u voor. En we mogen dat vandaag in het bijzonder ook zien als we stilstaan bij de ontrouw van Petrus, maar vooral ook bij de trouw van u. Als we letten op wat Jezus gaf aan liefde en genade, hoe hij uiteindelijk zijn eigen leven gaf. Vader, wat een wonder van genade. En wil u ook bidden of ook eerlijk willen kijken naar ons eigen leven. En zo willen we u vandaag ook onze zonde en schuld belijden over wat er niet goed was. Waarmee we u of anderen hebben gekwetst of pijn hebben gedaan. Heer, vergeef het ons om Jezus wil. En help ons om een leven te leiden zoals Jezus ons dat heeft voorgehouden. En om te doen wat hij zegt. En om te zien wat goed is en wat verkeerd is, dat we steeds ook de goede beslissing daarin nemen. Help ons met uw Heilige Geest.
We willen u ook bidden voor elkaar. Ook als misschien de betekenis van de Bijbel of het christelijk geloof voor ons nog heel nieuw is. En we echt nog op zoek zijn dat we, misschien zoals we in ons hart, zoals we gezongen hebben er straks, in ons hart heel onrustig zijn. Dat we niet weten van, wat moeten we nu? Dat je ergens aanvoelt, zoals het nu gaat in mijn leven, zo moet het niet. Maar hoe moet het dan wel? Vader, help ons om in vertrouwen ons leven aan u te geven. Dat we mogen zien en ontdekken, misschien juist wel vandaag, dat u het bent die de persoon is die je altijd kunt vertrouwen. Dat uw liefde zo eindeloos diep is, dat u ons nooit laat vallen. Vader, we willen u ook bidden, voor het eerst of opnieuw, ons leven aan u mogen geven. En verder mogen gaan op de weg achter Jezus aan, of voor het eerst die stap mogen zetten. Wilt u ons zo allen zegenen, als we uit de Bijbel gaan lezen. Dat de woorden die zo lang geleden op zijn geschreven uit de mond van Petrus zelf, dat die ons diep in ons hart mogen raken. Wil ons zo samen een hele mooie dienst geven, die tot eer van u zal zijn, maar ook tot zegen van ons allemaal. Ook tot zegen van de kinderen, als ze bij de oppas zijn of bij de zondagsschool, wilt u ook bij hen zijn. We denken ook aan mensen die vandaag en die bij kunnen zijn, door ziekte of door omstandigheden. Vader, wilt u ook voor hen zorgen als we ze missen. En zegen zo heel uw kerk, waar mensen ook samenkomen om de Bijbel te openen, of dat nou in Iran is, of in Nigeria, of in Amerika, of hier in Europa, of hier in Nederland, wilt u uw Heilige Geest sturen, zodat er een levende relatie met u mag zijn. Wij willen het u bidden, in Jezus' naam. Amen. We gaan zo meteen samen een aantal gedeelten uit Markus lezen. Ik lees ook nog wat dingen over de betekenis van het avondmaal, omdat we volgende week met elkaar het heilige avondmaal willen vieren. Het is misschien ook goed om nog eventjes te noemen, we hebben dat in het gemeentenieuws wel eventjes verteld, dat we de opstelling een klein beetje veranderen, dus de tafels zullen hier voor in de kerk klaarstaan. Maar we zetten er even wat tafels aan vast, omdat we merken dat steeds meer mensen op zondag ook in de kerk komen. En we ook ieder een plekje willen geven. Op de gemeenteavond zullen we het er ook met elkaar nog over hebben. Om te kijken wat een goede manier is om nu we met meer mensen in de kerk zitten, om dat op een goede manier te doen. Maar in ieder geval zondag hopen we het zo even op te lossen. Wat is het mooi als je samen avondmaal mag vieren, als je mag stilstaan bij het offer van de Heer Jezus Christus en zijn grote liefde voor ons. Er wordt denk ik in het bijzonder duidelijk dat er één weg is naar God toe. En Jezus heeft dat ook gezegd. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Door mij mag dat contact met God er weer zijn. Daardoor is dat mogelijk geworden en is er bij God vergeving. Paulus zegt dat ook in 2 Korintiërs 5. Hij zegt, het is God die door Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons, zegt Paulus dan, heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn boodschappers, gezanten van Christus en God doet door ons zijn oproep, laat u met God verzoenen. Aanvaard nou, zou je kunnen zeggen, dit kostbare cadeau dat God je wil geven, het is echt genade, we hebben het niet verdiend. Maar God wil het je geven, de vrede met hem, het leven met hem. Nou, zo heeft God, Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij rechtvaardig voor God konden worden. Zo kan God naar ons kijken als rechtvaardige mensen. Nou, daarom is het denk ik ook goed om heel eerlijk naar jezelf te kijken, je zonde te beseffen en te realiseren dat Jezus aan het kruis voor jou zijn leven gaf. Nou, zoek daarom al je heil bij hem. Beleid je zonde aan hem. Wees daarin ook eerlijk en leef voor hem. Hij was de middelaar die God gaf. Het staat ook in 1 Timotheüs 2, vers 5. Want er is maar één God en maar één middelaar tussen God en de mens. De mens Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Nou, het is denk ik mooi als we de komende week, en dat past ook bij deze
gedeelte uit de lijdenstijd, als we de komende week daarbij stilstaan, ons zo richten op God en ons leven ook toevertrouwen aan onze middelaar. We gaan er in de Bijbel ook over lezen. Petrus mocht dat ook doen. Het is een heel bijzonder stukje. Misschien heb je nog even het plaatje bij Rodé. We zijn samen deze week uit Marcus 14, 15 en 16 aan het lezen. Deze week worden ook wel genoemd de 40 dagen tijd. Een periode van bezinning waarin je eerlijk naar jezelf kijkt, maar ook ontdekken mag wat Jezus, wat het leven met Jezus te bieden heeft. Marcus doet dat op een bijzondere manier. Het is Petrus, een leerling van Jezus geweest, die het Marcus verteld heeft. En Marcus schrijft het ook zo op. Dus het zit heel dicht bij de bron, zou je kunnen zeggen. En in Marcus komen dan telkens een aantal aspecten naar voren van. Die zegt, daar moet je eens op letten wat er toen gebeurde. Het eerste waar we samen naar gekeken hebben, dat is de olie. Maria pakte een grote voorraadfles parfum, brak de hals er vanaf en goot die helemaal leeg over Jezus. Omdat ze zoveel van hem hield. En het hele huis rook ernaar, staat er dan bij Johannes. Nou, Marcus daagt ons eigenlijk uit en Johannes doet het ook van, is dat ook zo met jouw liefde voor Jezus? Want Maria had ontdekt hoeveel Jezus van haar hield. En dan zegt ze, vlak voordat Jezus zal gaan sterven, u moest eens weten hoeveel ik van u houd. Houd jij ook van Jezus als je ziet hoeveel die van jou houdt? Het tweede is de maaltijd. Daar zitten ze bij elkaar. Jezus met zijn leerlingen. Jezus breekt het brood en geeft de wijn door. En hij zegt, je moet niet alleen maar denken aan de bevrijding toen je in Egypte was en jullie slaven waren, hoe God je bevrijd heeft. Maar God wil nog veel meer doen in je leven. En dat doet hij door mij, wanneer ik mijn leven geef. We hebben vorige week gekeken hoe Jezus in de hof van Gethsemane gebeden heeft. En hij zocht echt naar de wil van God. En hij zag er vreselijk tegenop om die kruisdood te moeten ondergaan. En hij bad, Vader, laat de beker van uw boosheid alstublieft aan mij voorbij gaan. Ik kan dat helemaal niet aan. Ik weet het niet. Ik durf het niet. Ik zie er tegenop. En uiteindelijk koos Jezus voor hem, dat hij wist, dit is de weg van God. Hij wilde het doen voor ons. En nu gaan we kijken naar de haan die kraait. En Marcus, laat ook eventjes zien, moet je daar eens op letten, wat daar gebeurt. We gaan het samen lezen in Marcus 14, een aantal versen. En Betty zal die versen voor ons lezen. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moet ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij ook allen. En ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand, tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat daar samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. En toen zij Petrus zag, zich zag warmen, keek zij hem aan en zei, ook u was bij Jezus de Nazarener. Maar hij ontkende het en zei, ik ken hem niet en ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen tegen hen die daar buiten stonden, hij is een van hen, maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër en uw spraak vertoont overeenkomst. En hij begon zichzelf te vervloeken.
en te zweren, ik ken deze mens niet over wie u spreekt. En de haan kraaide voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. Dankjewel. Ja, jongens, meisjes, ik wil er ook nog graag eventjes met jullie over doorpraten, wat we hebben gelezen in de Bijbel. Dus misschien kunnen jullie ook even hier komen. We wachten gewoon even op jou, Sinar. Helemaal goed. Nou, mooi dat jullie er weer bij zijn vandaag. Ik heb even een vraag aan jullie. Hoe laat waren jullie vanochtend wakker? Daan? 7 uur. Om 7 uur wakker. Jij bent de man van de klok. Ja. Hoe laat was jij wakker? Ik ben 5 uur. Annelies. 5 uur? Nou, dat is wel heel vroeg. Wie biedt meer, zou ik bijna zeggen. Ja. Hoe laat was jij wakker, Phil? 8 uur, zo, dat is een lang slaper. Ja, kijk. 7 uur. 7 uur ook. Nou, als je heel vroeg wakker bent, ja, soms kan dat gebeuren. Ik heb dat ook wel eens. Ik had dat vooral in Eelde. Toen wij nog in Eelde woonden, hebben we een tijdje gewoond, helemaal in het noorden van het land, was ik altijd heel vroeg wakker. Weet je hoe dat kwam? De buren hadden een haan. En ik, oh nee. En dat beest ging dan tekeer 's ochtends, ja, niet op het tijdstip dat ik wakker wilde worden. Maar altijd heel vroeg. Was ik heel vroeg wakker. Nou, was je net in slaap gevallen, begon die weer. Hield maar niet op. Ja. We hebben vandaag ook in de Bijbel over een haan gelezen. Hè? En hoe kwam dat? Waar had dat mee te maken? Wie hoorde op een gegeven moment die haan kraaien en dacht, oeh, dit is fout. Wie was dat? Weet je dat? Ja, was Petrus, hè? Want Jezus had dat gezegd. Als de haan twee keer gekraaid heeft, dan heb jij mij al 3 keer gezegd dat je mij niet kent. En nou is er wat bijzonders, en daar wil ik jullie wat van vertellen. Let je er wel eens op als je langs een kerk rijdt, wat er boven op de kerktoren staat. Ja? Daar staat heel vaak een haan, niet altijd, soms ook wat anders. Wie heeft er wel eens boven op een kerktoren nog een ander dier gezien? Een ander dier? Kijk even in de kerkzaal, weet iemand dat? De zwaan, heel goed, ja. En weet je ook waar dat mee te maken heeft? Ja, kijk, ja, heel goed. Dus op Lutherse kerken zien we heel vaak een zwaan op de kerktoren. En dat heeft eigenlijk ermee te maken dat de zwaan een beeld van reinheid is. Want een zwaan neemt door zijn vieren op het water, neemt hij niet het vuil mee, maar dat stoot hij af. Blijft altijd rein, dat beest. Dus dat was een beeld van reinheid. Als je dicht bij God leeft, dan mag je ook rein zijn. Maar op veel kerken staat meestal een kruis, maar soms ook allebei, soms ook een haan. Nou, en die haan, ja, dan moet je denken aan het verhaal van Petrus. En die haan wil eigenlijk zeggen, goed opletten, blijf dicht bij Jezus. En denk er ook aan, hij kan elk moment terugkomen. Ben je er klaar voor? Want het wordt dag, de grote dag, de dag van Jezus gaat komen. Dus denk er maar eens aan, als je een haan hoort kraaien, of je ziet een haan op het dak van de kerk, mag je eraan denken, ben ik nog dicht bij Jezus? Vergeet ik hem niet in mijn leven? Doen? Afgesproken. Dank jullie wel. Ja, we gaan het lied. Oh, dan kunnen jullie hiervoor blijven staan, denk ik. We hebben nog een heel mooi lied. Ik denk dat jullie het wel kennen. Misschien ook wel eens gezongen hebben, geoefend hebben. En is het, of misschien zeg je dat zelf. Zingen we het allemaal mee of zij alleen? Ja, dus we zingen het allemaal? Oké. Okay.
stel voor dat de kinderen beginnen met het eerste couplet. Hè, en dan als de refrein begint, dat we dan met z'n allen meezingen. Dank jullie wel, wat mooi. En jullie hadden het ook goed geoefend met die gebaren, zeg. Geweldig. Dank jullie wel. Nou. Dan is nu gelegenheid voor de collecte. We hebben vandaag de collectes voor het werk in onze gemeente. De eerste collecte en de tweede collecte voor het kinderwerk en jeugdwerk. Nou, die tweede collecte moet zeker aanspreken nu, wat u gezien hebt. En we zingen ondertussen ook nog een lied, dat is Voordat je bestond. En dat lied heeft een mooie tekst, Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Lied 599.
We volgen op de voet het evangelie van Marcus, dat uit de mond van Petrus is opgetekend. En Marcus geeft ons telkens weer een ander aspect om naar te kijken, om iets te ontdekken van de liefde van Jezus. En vandaar dat de rode draad deze week is met de blik op Jezus. Dat is wat Marcus steeds doet. Hij zegt, kom op, kijk eens naar wie hij is. Heb je dat al ontdekt? Nou, we gaan er vandaag samen weer naar kijken. En dan een ander aspect en letten we met elkaar op de betekenis van de haan, waar Marcus over vertelt. En straks zingen we dan samen in antwoord daarop. Ik ben een mens, zondig en onrein. Ik kom tot u, God van mijn verlossing. Even kijken, de afstandsbediening ligt misschien bij jou, of die was er gewoon niet. Nou, en anders kijk ik maar even naar jou, Rodé. We zullen eens kijken of de techniek ons nu niet in de steek laat. Dat was gisteren wel een beetje het geval. Blijft altijd onvoorspelbaar. Gewoon met de hand, maar ja. Dus ook hier, willen we even niet. Goed, dan doen we het even zo. Drie namen op het scherm, drie foto's die je misschien wel kent. En die roepen gelijk bepaalde gedachten bij je op. Als je het hebt over Nixon, heb je het over Watergate. Als je het hebt over Clinton, dan schiet je gelijk Monica Lewinsky te binnen. En als je het hebt over Prins Bernhard, moet je misschien wel denken aan Lockheed. En ik denk in alle eerlijkheid, ja, er valt natuurlijk meer over deze mensen te vertellen. Clinton was natuurlijk Nixon was natuurlijk met meer dingen bezig dan alleen maar met afluisterschandalen. En Clinton was met meer dingen bezig. Het staat net, ik zie dat het tweede moet natuurlijk wel anders, het moet Lewinsky zijn. Was natuurlijk met meer dingen bezig dan met alleen maar avontuurtjes. En Prins Bernhard was natuurlijk met meer dingen bezig dan alleen maar steekpenningen. Maar het zijn wel dingen die het leven van die mensen hebben gestempeld. En waar je misschien in eerste instantie direct aan moet denken als je aan deze mensen denkt. Nou, in de Bijbel hebben we ook wel een aantal van die mensen bij wie je gelijk bepaalde gedachten hebt, misschien als je de Bijbelse verhalen kent. Bij koning David schiet je misschien direct de naam van Batseba te binnen. En het verhaal wat ons in de Bijbel wordt verteld over het overspel dat hij pleegt, dat hij een verhouding met een andere vrouw had. Als je denkt aan Paulus, moet je misschien denken aan al die keren dat hij christenen vervolgd heeft. Afschuwelijk wat er gebeurde. Of denk aan Petrus, we hebben dat verhaal vandaag gelezen, die pleegde mijneed. Die verloochende Jezus en die zei zelfs heel duidelijk, ik ken hem niet. Misschien dat je vandaag denkt, wat moeten we toch met al die verhalen? Waarom staat dat toch allemaal in de Bijbel? Al die nare gebeurtenissen, al die dingen die misgingen in het leven van deze mensen. Weet je? Er is wel één heel groot verschil. De verhalen van die eerste drie personen, van Nixon, Clinton en ook Prins Bernhard. Als je naar die verhalen kijkt, hoe gaat dat vaak? Zulke soort verhalen worden vaak in de doofpot gestopt. Dan moeten de parlementaire commissies benoemd worden, onderzoekscommissies, die aan de weet moeten komen wat zich allemaal heeft afgespeeld. Kijk maar naar Amerika de afgelopen maanden. Dan was er een commissie die moest uitzoeken wat Trump wel of niet had gedaan. Nou, zo gaat dat vaak in zulke soort situaties. Maar hoe anders is het gegaan bij David, bij Paulus en bij Petrus? Die hebben het namelijk zelf verteld. Ga maar na, lees de Bijbel er maar op na. David vertelde over deze gebeurtenis in de psalmen die hij had gemaakt. Paulus schrijft erover in de brieven die hij heeft geschreven.
Petrus heeft het verteld aan Marcus, die het zelf allemaal heeft opgeschreven. En dan denk je bij jezelf, waarom doen ze dat? Wij vinden het ook helemaal niet leuk om dingen te vertellen die in ons eigen leven zijn misgegaan. Misschien doe je dat bij een goede vriend of vriendin, maar je wilt dat liever niet wereldkundig maken, alsjeblieft niet. Oeh, dat is een donkere bladzij in je levensverhaal, dat hoeft niet iedereen te weten. Maar hier gebeurt dat wel, waarom? Ik denk dat ze alle drie een reden hebben gehad en dat dit het is. Zij hebben willen laten zien hoe donker het soms in je eigen leven kan zijn en hoe mis het kan zijn. Waarbij je soms staat te huilen van ellende. Maar dat tegen die donkere achtergrond het licht van Gods genade zo groot wordt. En dat is wat ze willen laten zien. Dat er iemand is die jou nooit vergeet. Dat er iemand is aan wie je het ook kan zeggen. Dat je oprecht spijt hebt. Dat de dingen zijn misgegaan in je leven. En dat die hoenen ook zijn liefde voor jou blijft houden. Dat is de reden dat deze verhalen in de Bijbel staan. En dan is het volgende plaatje in het hoofdstuk wat wij samen hebben gelezen eigenlijk ook wel heel spannend. Want Marcus vertelt ons in het hoofdstuk wat we hebben gelezen dat er eigenlijk twee getuigen zijn. En het Griekse woord voor getuigen kennen wij ook, dat is martyros, martelaar. En dat betekent als je uitkomt voor je geloof in Jezus, dat het je zelfs je leven kan kosten. Nou, Marcus laat ons zien dat er twee getuigen zijn. Twee mensen die martyro, twee personen die martyros, martelaar zijn. Jezus en Petrus. En als je het hoofdstuk begint te lezen, dan is het eigenlijk heel spannend. Zullen ze het volhouden? Zullen ze de waarheid blijven verdedigen? En dan op een gegeven moment, en dat is bijna aan het eind van het hoofdstuk, zakt Petrus door het ijs. Hij ontkent dat hij Jezus kent. De haan heeft twee keer gekraaid, wordt ons dan verteld. En Jezus heeft, en Petrus heeft al drie keer gezegd dat hij Jezus niet kent. Nou, in die tijd deelden de Romeinen de ochtend in bepaalde momenten in dat de haan kraaide. En dat was drie keer eigenlijk. En al bij de tweede keer heeft Petrus Jezus drie keer verloochend. Je zou kunnen zeggen, al aan het begin van de wedstrijd wordt hij gedisqualificeerd, want hij maakt er helemaal niks van. En zo kan het ook in ons leven zijn. Nou, wat wil dit hoofdstuk dan zeggen? Als Petrus tegen die donkere achtergrond van zijn zonde laat zien wie Jezus is. Ik denk drie dingen. Duidelijk wordt dat Jezus trouw is. Dat er bij hem genade te vinden is. En je leest ook iets over Jezus' toewijding. Zullen we eens even naar die eerste kijken, dat Jezus trouw is. Dan moet je ook even letten op dit plaatje, wat hier gebeurt. Want waar begint het allemaal mee? En dan moet ik even terug naar vers 29. Als je de Bijbel bij je hebt, kun je dat ook vinden in dat vers. Daar doet Petrus een plechtige belofte aan Jezus en hij zegt, ook al zal iedereen aanstoot aan u nemen, ik niet, ik blijf u trouw, ik blijf pal achter u staan. En Jezus reageert dan in het vers daarna, nou, beetje dimme Petrus, ik moet het allemaal nog zien, want ik zeg je, voordat in deze nacht de haan twee keer gekraaid zal hebben, zul jij mij drie keer verloochend hebben. Nee, oh nee, heer, echt niet, antwoordt Petrus. En hij antwoordt dan zelfs met een eed. Hij zweert het, hij zal Jezus niet verlaten. Hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Dat is wat Petrus zegt, ik blijf u absoluut trouw. En wij denken ondertussen, als we dit hoofdstuk lezen, nou, Petrus, dat is toch niet waar gebleken, hè? Jij bent Jezus helemaal niet trouw gebleven en moet je nou toch kijken wat je hebt gedaan? Maar misschien zijn we wat te snel met onze conclusie. Petrus was echt geen lafaard, laten we even duidelijk zijn. Hij was de enige van de leerlingen die Jezus volgde toen Jezus gevangen werd genomen door de soldaat. De anderen waren al lang gevlucht, maar Petrus ging mee.
In het duister van de nacht zorgde hij ervoor dat hij dicht bij Jezus bleef en bij hem bleef. En hij wist dat het gevaarlijk was. Hij riskeerde daar zijn leven mee. Laten we eerlijk zijn. Maar hij deed het wel. Hij bleef Jezus trouw en bleef dicht bij Jezus. En het was zelfs in de hof zo dat toen de tempelpolitie kwam, iedereen als aan de grond genageld stond. En Petrus pakte zijn zwaard. En natuurlijk, hij kon er niet zo goed mee omgaan. En hij slaat woest om zich heen, slaat het oor van een van die dienaren af. Maar hij doet tenminste wat. Er is dat maar toe te kijken. Petrus was bepaald geen lafaard als je daarop let. Zeker niet. En denk nou niet dat hij voor het eerste beste dienstmeisje die vraagt, hey, jij hoort ook bij Jezus, hè? En als hij dat ontkent, dat je dan denkt, nou, dat hij gelijk bakzeil haalt. En dat hij gelijk zijn geloof verloochent. Het kan ook heel anders zijn geweest. Ik denk dat het ook zo kan zijn geweest, dat Petrus dacht, laat ik nou maar even afstand nemen en zeggen dat ik Jezus niet ken. Want er komt een moment, wie weet, dat ik voor Jezus kan inspringen en klaarstaan staan. Nu maar eventjes gas terugnemen, om zo te zeggen. Nee, Petrus was niet weggelopen. Hij was daar aanwezig. Hij wilde Jezus trouw zijn. Hij stond voor zijn geloof. Zo was hij. Maar, hoe anders is het gegaan? Het is heel anders gelopen. Nou, wat Petrus dacht, hij dacht, daar sta ik en ik zal Jezus steunen en ik zal eens even duidelijk laten zien dat ik er voor hem ben. Maar zo was het helemaal niet. Zo is het niet gegaan. En als de een naar de ander zegt, Petrus, jij hoort toch ook bij die leerlingen van Jezus? Jij hoort toch ook bij Jezus? Dan wordt hij steeds banger. En hij begint steeds heftiger te ontkennen dat hij Jezus kent. Het wordt steeds erger. Moet je maar kijken in vers 71, dan wordt het nog erger. Want dan zegt hij begint te vloeken en te zweren, ik ken deze mens niet over wie u spreekt. Let even op de vertaling, ik weet niet welke vertaling u gebruikt, maar de vertaling die wij gebruiken vanochtend staat zichzelf met schuine letters. Dat betekent dat is er in het Nederlands bijgevoegd, maar het staat in de oorspronkelijke taal staat dat niet. Andere vertalingen hebben ook wat anders. Dit werkwoord wat hier namelijk gebruikt wordt, gaat eigenlijk niet over jezelf. Dus ik denk dat hier verkeerde keuze is, maar altijd heeft altijd met een ander te maken. Dus wat Petrus hier doet, en daar kun je gewoon van schrikken, is dat hij begint te vloeken. Hij begint Jezus te vervloeken. Zo erg is wat hij doet. Dus het gaat van kwaad tot erger. Je zegt hij, maar ik ken hem niet. Nee, ik ken hem niet. En vervolgens begint hij echt te vloeken. Zo erg gaat het hier. En de woorden die hij dan gebruikt zijn ook heel sterk. Hij zegt, ik ken hem niet. Die woorden werden in de synagoge in Israël gebruikt als iemand er buiten werd gezet. Als iemand zich misdragen had of wat dan ook, dan werd gezegd, je kunt hier niet meer komen. We kennen jou niet. En dan ging de deur dicht. Hij werd afgesloten van de gemeenschap. Nou, dat is wat Petrus dus doet. Hij zegt, ik ken Jezus niet. Ik wil geen contact meer met hem. Ik sluit hem uit buiten de gemeenschap. Ik heb niks met hem. Dus het zijn de meest sterke woorden die je kunt gebruiken om te zeggen dat je iemand niet kent. Dat is wat hij doet. En wat is nou zo apart? Deze gebeurtenis wordt 4 keer in de Bijbel verteld. In alle 4 evangeliën vind je het weer terug. En dat is denk ik heel bijzonder. Dat het hier verteld wordt. Wat is daarvan de bedoeling? Ik denk deze. Alle leerlingen van Jezus waren al weggegaan. Er was er nog 1 overgebleven, dat was Petrus. En ook die ene zegt, ik ken hem niet. Ik wil geen contact met Jezus. En wat wordt dan duidelijk? Dat is dit. Jezus was helemaal alleen. Hij ging helemaal die strijd aan die gestreden moest worden. Hij was de enige die het kon en die het ook wilde. Om het oordeel van God, de boosheid van God over ons leven, over het kwaad dat er in ons leven in deze wereld is, om die te dragen. Dus dat wordt duidelijk. Ook Petrus liet Jezus in de steek. Jezus was de enige. Niemand bleef over dan Jezus alleen. Jezus
was trouw. En dan gaan we naar het volgende. Rodé. En dat is de genade van Jezus. Want wat is dan de reden geweest dat Petrus, die zulke sterke woorden gebruikt, je zou zeggen, je zou je later toch verschrikkelijk schamen, dat hij dat toch verteld heeft aan Marcus en dat Marcus het allemaal heeft opgeschreven. Nou, dat kom je vaker in de Bijbel tegen. Dat het ooggetuigen zijn geweest die verteld hebben aan de evangelisten wat er gebeurd was. Denk bijvoorbeeld aan Bartimeus, blind iemand, die is door Jezus genezen. Nou, hij was een van degenen die het gewoon verteld heeft. Zeg, moet je nou toch horen wat er in mijn leven gebeurd is? En dat schreven ze op. En zo ging het eigenlijk telkens. Nou, zo was het bijvoorbeeld ook bij Simon van Cyrene, die een deel van het kruis heeft gedragen. Die door een van de Romeinse soldaten, we hebben het er gisteren nog over gehad, met een speer op de schouder werd getikt. Hier kom jij. Een stuk dragen van het kruis van Jezus, want hij kan het niet meer aan. Hij was een van de ooggetuigen. Petrus was ook een ooggetuige, die uit eigen waarneming vertelt wat er gebeurd was. Ik zal één voorbeeld geven. Vers 66, daar staat, toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. Het is voor ons volstrekt oninteressant op welke plek dat gebeurde. Maar dat vertel je als je erbij bent geweest. Dan zeg je, toen was ik daar en toen liep ik daar naartoe en toen zei die man, die persoon dat en toen gebeurde dit. En zo heeft Marcus dat allemaal opgeschreven. Petrus was een ooggetuige, hij heeft het meegemaakt. En hij herinnert zich nog in detail die vreselijke gebeurtenis van toen. En waarom doet hij dat? Waarom vertelt hij dat? Als je gefaald hebt in je carrière, op je werk, in je persoonlijk leven, vind je het helemaal niet fijn om dat aan anderen te vertellen. Je schaamt je soms wezenloos voor wat je hebt gezegd en gedaan. Dat doe je niet. Waarom doet Petrus dat toch? Hij die later een van de leiders van de kerk zou worden, waarom doet hij dat toch? En misschien dat mensen ook wel zo naar jou kijken. Dat ze ook van jou wel wat verwachten als je Jezus volgt, of als je nadenkt over het christelijk geloof. Stel je voor dat er dingen in jouw leven helemaal misgaan. Dan denken ze ook van nou, en die is christen? En die wil Jezus volgen? Deze geschiedenis wil ons leren. Als jij gefaald hebt in je christen zijn, je hebt dingen gezegd en gedaan die eigenlijk niet konden. Dan hoeft dat niet het laatste te zijn. Het hoeft niet het laatste te zijn. En het hoeft ook niet afgelopen te zijn. Een paar weken na deze gebeurtenis, waarbij Jezus en Petrus bij het vuur zitten, in het huis van de hoge priester, zitten ze weer bij een vuur. Aan het meer van Galilea. En dan zal Jezus zeggen, Petrus, hou je van mij? Petrus, hou je echt van mij? Petrus, geef je om mij? Tot drie keer toe, zegt Petrus dan, ja, Heer, u weet toch hoeveel ik van u houd. En Petrus voelt wel aan, dat heeft te maken met die gebeurtenis van toen, toen ik zei, ik ken u niet. En nu zegt Jezus, maar ik ken jou wel. En ik hou nog steeds van je. Als jij het in je leven volkomen verprutst hebt, en je hebt dingen gezegd en gedaan, tegen God in, tegen Jezus in, dan hoeft dat niet het laatste te zijn. De deur bij God staat open, ook vandaag. We hebben het net gezongen. Kom tot de Vader, kom tot Hem. Alles staat klaar en zo zal het ook volgende week bij het avondmaal zien, zei. Alles staat klaar, we mogen komen bij Hem. Wat een bijzondere gebeurtenis in de Bijbel. En laten we ons niet vergissen, een aantal van ons weten dat wel, in Iran of Afghanistan, in Irak, heb je cultuur in het Midden-Oosten en ook in Israël van eer. Je eigen eer is heel belangrijk. En daar kom je voor op. Desnoods gewapend. En Petrus laat hier zijn eer vallen. En hij laat eerlijk zien wat er in zijn leven gebeurd is. En hij zegt alle eer aan God. Die was trouw. Jezus toonde zijn genade. En dan mag je opnieuw beginnen. En dat is wat Petrus ons wil laten zien. Onthoud één ding. God houdt van je. Ook als je gefaald hebt. En dan kom ik bij het laatste, derde.
En dat is Jezus toewijding. Want waardoor werd Petrus een ander mens? Petrus ging helemaal de verkeerde kant op. Jezus, ik wil geen contact meer met u. Ik ken u helemaal niet. Ik wil mijn eigen leven leiden. Ik ben bang geworden. Ik wil doen wat ik wil. Petrus heeft later 2 brieven geschreven. Die staan ook in de Bijbel. En als je de eerste brief leest, vers 3, lees je: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En dan moet je eigenlijk even doorlezen. Maar hier zegt hij dus: ik ben veranderd. Ik ben veranderd. En ik ben Jezus weer gaan volgen. Ik ben een nieuw mens geworden. Had dat dan mee te maken? Nee, en dat gaat Petrus dan uitleggen in zijn brief. Niet met mijn toewijding aan Jezus, maar met Jezus toewijding aan mij. Precies andersom. Precies andersom. Niet wat ik allemaal voor Jezus doe, want dat gaat soms helemaal de mist in. En wat doe ik soms aan domme dingen. Maar het heeft te maken met wat Jezus voor mij heeft gedaan. Dat is het. Daarom ben ik een ander mens geworden. Daarom is mijn leven veranderd. En dat is nou zo bijzonder, ook in dit hoofdstuk. Het zijn 2 geschiedenissen die met elkaar oplopen. Hè? Die van Jezus en die van Petrus. Petrus had gezegd: ik zal van u getuigen. En hij deed het niet. Jezus zegt: ik zal van jullie getuigen. En ik zal voor jullie opkomen. En hij deed het wel. Petrus nee. Tegenover Jezus ja. Petrus ontrouw. Tegenover Jezus trouw. En dat is nou zo bijzonder. Als de haan kraait. Jezus, weet Petrus. Ja, Jezus had gelijk. Ik heb hem verloochend. En hij barst in tranen uit. Afschuwelijk wat hij heeft gezegd en wat hij heeft gedaan. Kan het in zijn leven ooit nog goed worden? Zou Jezus ooit nog contact met hem willen hebben? En misschien denk je dat bij jezelf ook. Ik heb zulke dingen gezegd en gedaan in mijn leven. Houdt God nog van mij? Wil Jezus nog met mij te maken hebben? Dan moet je even het evangelie van Lucas erbij pakken. Daar staat 1 vers uit deze geschiedenis dat heel bijzonder is. Daar staat namelijk: als de haan gekraaid heeft, dan staat er: Jezus keerde zich om bij dat vuur en hij keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe hij tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. En dat is nou zo apart. Wat voor blik moet dat geweest zijn toen Jezus naar Petrus keek? Ik denk dat het een blik van liefde was. Jezus werd geslagen. Hij werd bespot. Hij kreeg alles over zich heen. Je zou denken, hij heeft wel genoeg aan zichzelf. Maar Jezus zou Jezus niet zijn als hij niet aan jou en aan mij zou denken. En dat is wat er gebeurt. Zo is Jezus. Hij denkt niet aan zichzelf, maar hij denkt aan ons. En als dat gebeurt op het moment dat die haan kraait, je zou denken, Jezus heeft genoeg aan zichzelf. Nee, nee. Hij denkt aan Petrus en hij kijkt naar hem. En Petrus, die zag het. Jezus zoekt nog altijd het contact. Petrus had gezegd: ik ken hem niet. Jezus zegt: maar ik ken jou wel. En dat is het verschil. Dat is het geheim. Het geheim van de tekst waar ik de dienst mee ben begonnen. Als wij ontrouw zijn, hij is trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. De haan kraaide. Petrus duidelijk te maken dat hij gefaald had. En dat kan ook bij ons het geval zijn. Dat je gewaarschuwd wordt. Dat er iets gebeurt waardoor je realiseert: maar ik ben God kwijtgeraakt, ben mijn eigen gang gegaan, mijn eigen weg gegaan. En misschien staat op dit moment ook wel het contact met God voor jou op een heel laag pitje. Maar weet dan 1 ding. Jezus keert zich om en kijkt jou vandaag misschien wel aan.
en zegt, met jou wil ik nog steeds contact. En wat doe jij? En dan kom ik bij het laatste. Er is van deze gebeurtenis door Rembrandt, ik heb hem even opgezocht op internet, hij is vaag, is een prent gemaakt. Maar er zijn ook een aantal schilders die deze gebeurtenis geschilderd hebben. En wat je in al die momenten eigenlijk terugvindt, is iets van donkerheid, verdriet, pijn. Maar tegelijkertijd, wat heel bijzonder is, en dit is te vaag om het te zien, maar hier zie je het wat duidelijker, twee sleutels. En waarom doen die schilders dat? Jezus had ooit tegen Petrus gezegd, ik geef jou de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Jij wordt een belangrijke steunpilaar bij het opbouwen van de kerk. Waardoor je ook mensen door het evangelie mag uitnodigen om tot mij te komen. Of ook duidelijk mag zeggen, want dit is een verkeerde weg waar je op je zit. Dat was, om zo te zeggen, een belangrijke positie. Maar dan, naar dat moment dat Petrus ontkend heeft dat hij nog maar enig contact wil met Jezus, stort zijn wereld in. En Jezus heeft dat wel gezegd, dat hij iemand zou zijn die een belangrijke rol in het zendingswerk en in de kerkopbouw zou kunnen spelen. Maar zo was het helemaal niet. En daar zit hij in een donker hoekje met die sleutels bij zich, denkend aan die woorden die Jezus gesproken heeft. Misschien kijk je ook zoveel naar jezelf. En zegt, er is in mijn leven zoveel misgegaan. Ja, ik lees wel in de Bijbel dit en dat, maar de werkelijkheid is toch zo. Denk dan op dit moment aan die blik van Jezus, die zich omdraaide om het contact met Petrus te zoeken. Misschien ben jij wel vandaag diegene met wie Jezus het contact zoekt. En zegt hij, ik zoek jou nog steeds. En zoek jij mij ook nog? Zou je willen leven met mij? Kom tot de Vader. Dat is de uitnodiging. In het lied dat we nu gaan zingen zeggen we, ik ben een mens, zondig en onrein. Maar ik kom tot u, God van mijn verlossing. Zullen we het samen zingen? Amen. Mag ik binnen gaan?
Ik ben even een vraag aan jou, Danien. Want Samuel zou wat vertellen. Ja, die is er inmiddels. Dus als jullie samen naar voren willen komen, dan kan jij misschien voor hem vertalen. Dat mag ook Amir zijn, want misschien moet jij... Nou, dat hoeft nu niet. Nee. Samuel die wilde heel kort zeggen hoe hij vertellen hoe hij christen is geworden. Voor hem was dat heel bijzonder, omdat hij uit een heel streng islamitisch gezin komt. Maar even hier staan, want hier ligt de microfoons. Goedemorgen, Samuel. Ja, goedemorgen. Goshomadi, ja. We hebben gisteren met elkaar ook even gepraat. Ja. Misschien wil jij vertellen hoe jij christen bent geworden. Ja. En waarom? Ja. Ja, maar je mag het in het farsi doen, dan niemand zal het dan vertalen voor je. خب من میخوام یه داستان کوتاهی اگر که بشه تعریف کنم از اینکه چطوری اتفاق افتاد اما با یک مثالی ik wil een klein verhaal vertellen dat met een voorbeeld dat hoe het gegaan is. دوستی داشتم که در یک کارخونه کار میکرد. Ik had een vriend die in een bedrijf werkte. و خیلی تلاش میکرد که به انسان بهتری تبدیل بشه و خیلی پیشرفت کنه توی کارش. Hij probeerde om een betere mens te worden. اما خب یه رئیسی رو داشت که کارهای اون رو نادیده میگرفت و بهش توجه زیادی نمیکرد. Hij had een boss die hem niet zag of zoiets. Niet zag. Hij deed veel dingen, maar zijn boss reageerde er niet erop. ان و اون حتی اگر که کوچکترین اشتباهی رو که میکرد اون رئیسشون رو توبیخ میکرد و جریمهش میکرد The kleinste fout die hij deed zijn baas zag dat eigenlijk heel groot en hij punishment hij gaf hem straf و اون همیشه بابت این موضوع که در واقع تلاش اون نادیده گرفته میشه ناراحت بود. Hij was altijd kwaad omdat zijn baas zo was. همیشه رئیسش از اون میخواست که بیشتر بیشتر تلاش کنه و هیچ کوچکترین اشتباهی رو انجام نده توی کارش. Zijn baas wou dat hij steeds beter werd en hij maakte geen fouten. اما یه پدری رو داشت که پدر اون هم رئیس یک شرکتی بود. Maar hij had een vader die zijn vader ook baas van een ander bedrijf was. چندین بار پدرش ازش خواسته بود که بیاد توی شرکت اون کار کنه ولی قبول نکرده بود. Zijn vader wou dat hij bij hem gaat werken, maar hij wou dat niet. و در نهایت تصمیم گرفت که بره پیش پدرش کار کنه. Maar uiteindelijk hij wou bij zijn vader gaan werken. و وقتی رفت و پیش پدرش کار کرد متوجه شد که تمام این مدت داشته اشتباه میکرده. Toen hij bij zijn vader ging werken begreep dat hij grote fout heeft gemaakt, dat hij tot nu toe fout heeft gedacht, nagedacht. چرا که اون چیزهایی رو اونجا تجربه کرد که در شرکت قبلش تجربه نکرده بود. هی هی اون اونجا باری رو از روی دوشش برداشته شده بود. پدر اون بهش توجه میکرد. Sein Vater reagierte besser auf ihn. وقتی که دیر به سر کارش میرسید یا مشکلی داشت جریمهش نمیکرد. Als hij bijvoorbeeld laat op zijn werk was, sein Vater deed nichts. توی محل کارش اون رو پسرم خطاب میکرد. And op de werk hij roepte hem mijn zoon. و برای اون الگو شده بود. He was a forbid for him. از تجربیاتش به اون میداد. He gebruikte zijn ervaring. و در واقع تو اون شرکت اون احساس راحتی میکرد و یک جورایی مدیر اون شرکت شده بود.
Hij voelde zich thuis in het bedrijf en hij was een manager van deze bedrijf geworden. من وقتی به خودم نگاه میکردم زندگی خودم خیلی شبیه به زندگی دوستم بود. My life was ook zoals leven van mijn vriend. من توی جایی داشتم زندگی میکردم با خدایی داشتم زندگی میکردم که ترس رو تجربه میکردم و مواظب بودم که کوچکترین اشتباهی رو انجام ندم. Ik leefde met een God dat ik altijd bang van hem was en ik probeerde geen fout te maken. همیشه تلاش میکردم که دیده بشم اما به سختی اتفاق میافتاد. Ik wou altijd dat hij mij ziet, maar dat gebeurde heel lastig. وقتی پدرم رو شناختم و به اون برگشتم. Toen ik mijn vader leerde alweer kennen en toen ik bij hem terugging. متوجه شدم که من به اونجا تعلق داشتم. Ik voelde me daar thuis. و وقتی که برکتی رو میگرفتم وقتی که قرار بود پولی رو در بیارم ترجیح میدادم از پدرم بگیرم. En als ik iets wou krijgen zoals geld, ik wilde graag dat die van mijn vader kwam. اشتباهات من رو بخشیده بود. Hij vergeefde mij. من احساس خوبی داشتم. Ik had goede gevoel. برای من الگو شده بود. Hij was mijn الگو چی میگه؟ اوکی، برو بعدی. و من تلاش میکردم که شبیه به اون بشم. Ik probeerde zoals hem worden. و این حس خوبی به من میداد. Dat geeft mij een goede gevoel. و تصمیم گرفتم که به جایی برگردم که بهش متعلق بودم. En ik wou dat ik bij een plek terug ga dat ik eigenlijk mijzelf daar thuis voelde. و امیدوارم که بتونم پسر خوبی برای پدرم باشم. Ik hoop dat ik een goede zoon voor God zal zijn. Jij hebt ook verteld gisteren mij, ja. Dat ook heel veel, dat je ook echt heel angstig was om goed te zijn en het altijd goed te doen voor God. Ja. En dat je heel blij was ook dat er bij God genade is. Ja. بله درسته. Ja. و یکی از دلایل دیگه که من واقعا مسیحیت رو انتخاب کردم و عیسی مسیح رو انتخاب کردم. Ja, dat klopt. Een van de redenen dat ik Jezus heb gekozen is. خیلی از مواقع من رابطه خوبی با پدرم نداشتم. Ik had geen goede contact met mijn vader. و این خلأ رو درونم احساس میکردم. En ik voelde dat plek in mijn leven. و موقعی که با عیسی مسیح آشنا شدم و اینکه میتونم خداوند رو پدر خطاب کنم. Toen ik Jezus leerde kennen en ik kon God vader roepen. Ja, متوجه شدم که من یه خانواده دارم. Ik begreep dat ik een familie heb. و نیازی نیست همیشه من تلاش کنم. Het is niet nodig dat ik altijd probeer. بلکه پدرم میاد و من رو در آغوش میگیره. Maar hij komt en hij pakt mij vast in zijn armen. و این یکی از دلایلی بود که من مسیحی شدم. And that was een van de redenen dat ik Christian ben geworden. اتفاقات خیلی زیادی توی زندگی من افتاده بود. In mijn leven zijn veel dingen gebeurd. اما قرار فقط خیلی کوچیک اینجا صحبت کنم. Maar ik heb geen tijd om alles hier te vertellen. Dankjewel. Dat is je goed. Dankjewel. Dankjewel Samuel. Heel mooi ook om te horen. En gisteren vertelde je de lange versie. Hoe je christen bent geworden. Het is wel heel mooi dat je ontdekt dat God een God van genade is. Maar ook respect, nu vertel je, maar ook nog wat anders, dat je het ook heel mooi vindt om je in liefde voor God in te zetten. Nou, heel mooi om te horen. We hebben een lied wat hierbij past en dat gaan we nu zingen. Dat is lied 580. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u hebt gedaan.
Zullen we samen God hier ook voor danken in ons gebed. Vader, wij danken u voor wat we net mochten zingen. U maakt vrij. En Samuel mocht er ook van getuigen. Met alle strenge regels waar hij vaak aan onderworpen was. De angst die er ook was voor God. Maar toen hij u leerde kennen, veranderde dat. Mocht hij vrede vinden in Christus en het offer van Christus. En mocht hij een nieuw leven leiden. Vandaag mogen we in Jezus' ogen kijken. En dat mochten we doen aan de hand van dat mooie gedeelte uit Marcus. En dat betekent dat het niet gaat om onze toewijding aan hem, maar zijn toewijding aan ons. Vader, wij danken u dat u zo ons eeuwig echt leven biedt. Geef ons vreugde erover. Laat het kostbare cadeau ook door ons aangepakt worden. Opdat we die vreugde ook in ons leven mogen ervaren. Heer, zegen ons zo allen op de weg die we mogen gaan. En geef dat we daarbij dicht bij Jezus blijven. Wij bidden het u in zijn naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Dat willen we staande zingen. Dat is Groot is uw trouw. We zijn aan het slot van de dienst gekomen, allemaal van harte uitgenodigd om koffie en thee te gebruiken. Dat zal achter in de zaal zijn. Het is wel heel fijn als u en jij even willen meehelpen om de stoelen op te stapelen en dan die kant tegen de muur te zetten. Dan maken we hier ook wat gezellige zitjes nog. Er is vandaag vanwege het Alpha Weekend ook wat lekkers blij, dus nog een extra reden om nog even te blijven. We mogen straks weer onderweg gaan en we mogen gaan met de zegen van God, de belofte dat hij bij je wil zijn. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid van de Heilige Geest met u en met jou.